Waarom help je me niet? Ik zit je hele verhaal te luisteren en je helpt me niet eens, lul. Nou, even kijken. Kunnen we wat maken? Vrienden en fans, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Medieval Dynasty. Ik was gewoon even het huishouden aan het doen. Ik denk, weet je, ik kan mezelf helemaal niet bedwingen. Ik moet dit gewoon weer spelen. Het is gewoon, ik weet niet wat het is met dit spel. Het is gewoon leuk. Het is verslavend. Je wil door. Je kunt zoveel dingen doen in dit spel. Het is gewoon zo ontzettend leuk. Ik ga jullie alvast heel veel kijkplezier wensen. Vergeet niet even de video te liken als je het leuk vindt. En dan gaan we lekker beginnen. En dan gaan we verder met ons dorp. Let's go. Lieve mensen, daar zijn we weer. Voor de mensen die dit heel veel spelen, tips zijn altijd welkom. Dus als je denkt van, joh, Valentino, ik weet nog wel iets. Laat het even weten in de chat. Onder de video. En dan gaan we gewoon lekker weer verder. Tijgertje in de comments zei van, Valentino, je bent wat vergeten. Je moet eventjes iets afmaken. En dat klopt. Want we moeten eventjes gaan praten met Dobrynja. Of Dobrynja, ik weet niet hoe ze heet. Maar we gaan daarheen. Dat is best wel ver weg. 250 meter. Maar het is helemaal niet erg om te lopen in dit spel. Want het is ontzettend mooi. Het is echt zo mooi. We gaan eventjes rennen. Dat kunnen wij gewoon. En dan zijn we alweer lekker onderweg naar onze opdracht. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, we moesten gaan eten of zo, zei ze toch? We moesten iets eten. We moeten een seizoen overleven. Dus ik denk dat dat boompje helemaal bovenin. Met dat pijltje erboven. Ik denk dat dat het seizoen is. Misschien is dat het. Oh, we hebben nu geen stamina meer. En we zien ook dat het beeld een beetje ja, zwart wordt om ons heen. En dat betekent dat we heel erg moe zijn. En het is zo vet. Dit kunnen wij ook gewoon... Trouwens, we hebben ook nog een put... hoe heet dat? Vrijgespeeld. Dat was ik helemaal vergeten ook. Jongens, het is... Ik ben ook een beetje overwhelmed hoor, heel eerlijk gezegd. Het is heel veel. Maar dat geeft helemaal niks. Dat maakt... Oh, kijk dan wat schattig. Hallo. Dat is zo leuk. Oké, we gaan eens even kijken. Is zij het? Ja, zij is het. Hallo. Kun je even wachten? Hallo? Ja, dankjewel. Hallo, jij bent Dobrynja, toch? Leuk je te ontmoeten. Ik ben Rassimir. Of, ja, Rassimir. Hallo, waar kan ik je mee helpen? Unico's... Dat klopt, ook leuk om jou te ontmoeten, Rassimir. Wat brengt jou bij mij? Unico zei me dat je wat te eten kon bezorgen. Ik heb in weken geen fatsoenlijke maaltijd gegeten. Of we kunnen zeggen honger, dorst en Unico's. Doe maar deze. Het hangt ervan af wat gepast voor je betekent, maar ik kan je iets warms en vullend aanbieden. Dat is mooi. Dat klinkt meer dan geweldig. Alsjeblieft, vertel me nu eens iets over jezelf. Hoe ken je mijn echtgenoot? Oké, dus ze gaf ons iets. Ik miste even wat het was. Wat was het? Er valt eigenlijk niet veel te zeggen. Ik ben net aangekomen in de vallei op zoek naar mijn oom Ordan. Had niet verwacht zo snel klaar te zijn met zoeken, om eerlijk te zijn. Oké, ja? Oh ja, hij was de vriend van Unico's. Ik herinner me nu dat ik gehoord heb dat hij ogen had net als die van jou. Gecondoleerd met je verlies. Dat is niet erg. Ik herinner me niet eens echt. Het meeste dat ik van hem weet komt uit verhalen van mijn moeder. Ze keek altijd op naar haar grote broer. Hield ziels van hem. Zelfs toen hij niet meer op bezoek kwam. Veel mensen deden van wat ik gehoord heb. Er was iets speciaals aan hem. Ja, moeilijke schoenen om te vullen. De enige schoenen die je moet vullen zijn die van jezelf. Iedere man is de architect van zijn eigen fortuin. Dat klopt. Dat is waar. Bedankt dat je dat zegt. Dat is wat ik nodig had om te horen. Maar laten we het niet meer over mij hebben. Wat is jouw verhaal? Ik maakte deel uit van een rondreizende band van wat? Troubadours? Ik heb nooit een instrument kunnen bespelen, maar ik kan behoorlijk zingen. Onze reizen brachten ons naar de vallei niet lang na de dood van je oom. Ik herinner me nog dat ik Unico's voor de eerste keer zag. Hij had zoveel droefheid in zijn ogen. Eerdorm was niet alleen een vriend van hem, hij was een deel van hem. De band vertrok een paar dagen later. Ik bleef. Er was iets in Unico's aanwezigheid, dat ik gewoon wist dat mijn plaats aan zijn zijde was. Je hebt waarschijnlijk het leeftijdsverschil opgemerkt. Nee, niet echt. Wat? Wil je suggereren dat ik er oud uitzie? Hoe dan ook, dus het lijkt erop dat je hier verankerd bent door de liefde. Dat is behoorlijk verbazingwekkend. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Of blindheid of domheid. Slecht oordeel misschien, wat jou het beste lijkt. Je doet maar alsof je bent hard gevallen voor die opa met die treurige ogen. Jezus, het is bijna een boek voor je aan het voorlezen bent zo lang. Ik wel. Hij ergert me soms als geen ander. Toch kan ik me niet voorstellen te ademen zonder hem. Maar laat me niet te zacht voor je zijn. Je moet zeker nog wat plekken bezoeken. Het was er genoeg om met je te praten, Dobrynja. Elke seconde ervan. Hier weet ik dat het niet veel is, maar het zal wel pas komen bij het starten van een nieuw leven. Alles kost tegenwoordig munten. Dat waardeer ik echt, maar ik ben niet op zoek naar weldoen. Ik red me wel. Oh, kom op. Probeer geen held te zijn. Oké, doe dan iets voor me. Het zal geen aalmoes zijn, alleen je eerste loon. Daar kan ik het mee eens zijn, wat heb je nodig? Wat een tekst, jongens.
Er is een boerin in het dorp. Ze heet... Wat? Jongens, ik ga het niet voorlezen. Ze levert meestal roggen aan de herberg, maar ik heb al een tijdje niets meer van haar gekregen. Mijn voorraad is bijna op en je wilt niet eens voorstellen wat er met deze mensen gebeurt als we geen bier meer hebben. Beschouwd als gedaan, nu we het toch over bier hebben, Unico's vroeg mijn paar voor ons te pakken. Oké, alsjeblieft, geweldig, dank je. Hij beloofde me wat verhalen over Cornel te vertellen. Oh, nou, in dat geval, oh my god. Oh, ik denk al, gaat ze nou weer een heel verhaal vertellen? Wow, zag je die kinderen? Die vlogen gewoon de lucht naar beneden. Die kwamen van een andere planeet. Yes, we zijn geüpdate. Opdracht bijgewerkt. Wat een tekst, jongens. Wat een tekst. Ik bedoel, het is wel leuk natuurlijk. Maar ik weet het niet. Ik mis wel een beetje dat ze zelf praten of zo. Dat ze dat hebben ingesproken. Dat ze dat niet hebben ingesproken is wel jammer. Maar goed, we gaan gewoon verder. Bezorgen bij Unico's haver aal. El. Dat is wel bier. Oké, waar is hij? 20 meter. Moeten we even bovenin kijken. Dat uitroeptekentje gaan we volgen. Waar is hij dan? Oh, wacht. Hij zit hier, of niet? Ja, dat is hem. Hey, Unico's. Je kijkt naar de trotse huiseigenaar uit de vallei. En ik ben terug met bier. Goed gedaan, inderdaad. Oké, laat me mijn keel nat maken met deze amberkleurige goedheid. En begin herinneringen op te halen. Oh god, daar gaan we, jongens. Ik kende Iordan 22 jaar voordat hij stierf. Hij was mijn beste en trouwste vriend. Een broer eigenlijk. Ik herinner me de dag dat we elkaar ontmoetten alsof het gisteren was. Ik was 25 op dat moment en woonde in de grote stad Jelenberg, waar ik geboren was. Je zou kunnen zeggen dat ik die plaats haatte, maar toch was het de enige thuis dat ik ooit gekend heb. Misschien vertel ik je daar ooit meer over. Hoe dan ook, ik was gedwongen om voor mezelf te zorgen, dus dat deed ik. Ik deed het enige wat ik kon doen, stelen. Was je een dief? Ik was er een en verdomd goede, als ik het zo mag zeggen. Zakkenrollen was mijn brood en boter. Ik kan een stuk biefstuk uit je vork stelen en je zou het niet eens merken. Het was geen hebzucht die me motiveerde, alleen overleven. Maar ik zou liegen als ik zei dat ik het proces niet leuk vond. Stelen is nog steeds een misdaad, ongeacht de motivatie. Ik zou zeggen dat je eerst moet wachten en er wat meer moet horen voordat je hoog van de toren blaast. Pardon, ga door. We hadden een jaarlijks festival. Ik had net zo goed gewoon een boek erbij pakken, jongens. Het bracht altijd een hele groep buitenstaanders naar de stad. Je kunt je voorstellen wat dat betekende voor een man in mijn beroep. Ik kon een dag werk in een paar minuten doen. Ik pakte een paar munten hier en daar, wat juwelen, een paar nieuwe laarzen. En toen zag ik een edelman met een geldbuidel aan zijn riem. Hij smeekte eigenlijk om vrijgelaten te worden. Ik sloop achter hem in de menigte, zoals ik al 1000 keer eerder had gedaan. Kinderspel. Ik pakte voorzichtig het buideltje. Deed een beetje magie en daar was het. Keurig in mijn handpalm. Ik hoefde me alleen maar om te draaien en te verdwijnen, zoals altijd. En toen, wam, wat is er gebeurd? Ik werd aan het gezicht geslagen door wat voelde een stier. En ik was zo geschokt dat ik niet eens besefte wat er gebeurde tot ik op de grond viel. Mijn hoofd bonste, ik kon amper recht zien. En weet je wat het ergste was wat ik zag? Komt er nog een klap aan? Haha, nee. Een glimlach, een grote. Stralende lach op het gezicht van de man met twee verschillende ogen. Het was je oom Iordan, degene die ik aanzag voor een edelman. Hij stak zijn hand uit, hield me overeind en bood me een biertje aan. Haha, zomaar? Of wacht, hij realiseerde zich dat hem probeerde te beroven, toch? Zomaar? Zomaar. Ik snap het niet. Oh my god. Zo was Iordan nou eenmaal. Zie je, je oom was dodelijk slim. De slimste man die ik ooit gekend heb, zonder twijfel. Hij kon de wereld zien zoals niemand anders. Dingen voorspellen. Hij was altijd minstens een dozijn stappen voor op iemand anders. Dus in het zeldzame geval dat iemand hem verraste, was hij geïntrigeerd. En hij verwachtte je niet. Blijkbaar was ik ondanks mijn falen nog steeds degene die het dichtst bij het beroof van hem kwam. En dat vond hij leuk. Dus ik denk dat je zijn uitnodiging hebt geaccepteerd, toch? Ik had niet echt een keuze, ofwel, ik was doodsbang voor die kerel op dat moment. Dus we gingen. Hij nam me mee met de duurste en de drukste tavern van de hele stad. Vergeet niet dat het de hele dag van het festival was. Zelfs daar binnen gaan was bijna onmogelijk, maar hij leek zich er niets van aan te trekken. Binnen enkele seconden zaten we aan tafel en werden we bediend door twee barmeisjes tegelijk. Het was surrealistisch. In mijn gedachten was er maar één verklaring. Hij was de eigenaar van die gelegenheid. En deed hij dat? Helemaal niet. Het was zijn eerste keer in Jelenberg. Het voelde allemaal als een droom, om eerlijk te zijn. Vooral omdat ik nog steeds versuf was na de klap. Ik was er nog steeds zeker van dat hij een edelman was. Zijn manieren, zijn kleren, de manier waarop hij sprak en bewoog. En toen dronk hij een biertje alsof het een wedstrijd was, veegde zijn gezicht af met zijn mouw en boerde als een boer. Hij ging zo van de ene heer naar een wilde, knipte met zijn vingers.
Ik herbeleefde dat moment het docent dat ik besefte waarom hij dat deed. Het was geen vergissing, oh nee. Geen gemakzucht, geen moment van zwakte. Hij wilde dat ik het zag om te begrijpen. Dat hij vol onzin zat. Weet je, Rasimir, jouw oom was enig in zijn soort. Hij was een ware wapenmeester en het wapen van zijn keuze. Wat betekent dat? Oh my god, jongens, het is zo fucking veel. Oké, goed. Ik heb de laatste drie berichten geskipt. Het was niet heel boeiend. Wat een enorme teksten, nee. Ik hoop niet dat dit constant is. Dan zit ik gewoon heel mijn afleveringen vol te lezen. Ja, of jullie moeten zeggen van Valentino, ik vind dat je hartstikke leuk leest. Maar jeetje, van een tekst. Wacht tot de volgende dag. Nou, ik weet niet hoor, maar volgens mij zijn we al door de volgende dag heen door al dat gelul van iedereen hier. Nou goed, we gaan maar eens even terug, denk ik. We zitten ook op de helft van het seizoen, als dat het seizoen voorstelt, dat bovenste. En dan gaan we maar terug naar onze woning. Kijk, daar staat hij, hartstikke mooi hè. Kijk, daar is hij, het huisje. Ons huis, ons eerste huis. En we moeten er natuurlijk meer bouwen. Wat ik eventjes wil doen is een put bouwen. En we zijn heel erg moe. Wat is een toorts? Oh, dat is een fakkel, denk ik. Hoe moesten we dit ook weer doen? Laat ik eventjes een beltje in mijn handen doen. Kan ik daar sneller mee rennen? Nee, dat niet. Oké. Nee, we gaan even terug naar het huis en dan wil ik eventjes een put bouwen. Even kijken wat ik daarvoor nodig heb. Dat is namelijk ook wel leuk. We kunnen in ieder geval slapen. We hebben eten in huis, dus dat is ook allemaal goed. Kijk, en er weer zo'n mooie vogel. En misschien dat we ook nog wel wat anders kunnen maken om te jagen. Maar voor nu zitten we denk ik wel goed met het eten. Dit hebben we in principe niet meer nodig. Laat ik eens even kijken wat we kunnen doen. Gebouwen, handarbeid. We zouden misschien... Waar staat die put dan? Waar is dat? Even kijken. Dit kan allemaal niet. Ik wil graag een put hebben. Verlichting, vallen, kampvuren, tafels... Oké, apart. Hekken, poorten. Hé, wat is de weg dan? Kunnen we de weg bouwen? Oh, dat is leuk. Kunnen we het nou als huisje doen, of niet? Kan dat? Zo? Oh, dat is leuk. Hé, waarom kan dat niet? Yes. Oh, superleuk. Kijk, nu hebben we een soort van... een soort weggetje naar onze woning toe. Nou, leuk. Maar ik wil wat anders zoeken. Kijk, de dag is al bijna voorbij, jongens. bij gebouwen dan misschien. Oh, hier zou het wat ergens tussen moeten staan, toch? Extractie, water, extractie. Juist, put. Waar gaan we die neerzetten? Zullen we dat gewoon hier doen? Gewoon lekker vooraan bij ons huis. Hier. Waarom niet? Wat hebben we daarvoor nodig? Eens even kijken. Hoe ging ik ook weer naar mijn hamertje? We hebben nodig... Oh, dat hebben we al? Nou, dat is niet waar. We moeten nog wat anders hebben. We hebben namelijk boomstammen nodig. Nou, dan gaan we maar eens eventjes weer wat hakken, hè, jongens? Maar wat vonden jullie van dat verhaal van die twee? Het is wel boeiend, maar het was zo verschrikkelijk veel. ik werd er gewoon moe van zoveel lezen. Of nou ja, voorlezen. Kom op, nog één keer. Oh, we zijn weer heel erg moe. Maar we moeten door. Hé, wat is er aan de hand? Oh god, dat meen je niet. Oké, het is weer op. We moeten weer een nieuwe maken. Een stenen bijltje. Juist, komt u maar. En de zon die gaat weer onder. Even kijken, waar staat dat? Ja, stenen bijl. Ja, daar is die. Mooi. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Hadden we niet normaal gesproken 4 van die boomstammetjes van een boom? Dat is 1. Juist, hier zou jij. Heel goed. En dan hadden we er nog eentje. En dan denk ik dat we zo meteen maar gaan slapen. Want hier zo in het donker werken is ook niks. En we zijn ook heel erg zwaar nu. Kijk, we worden weer onder in de hoek. Zie je het ook? Dat we weer heel zwaar zijn. Ik blijf het zeggen. Het is zo'n mooi spel dit, jongens. Echt, het is prachtig. Ja, ik probeer een beetje te rennen. voor zover dat lukt. We hoeven in principe nog niet echt te eten of zo. Maar ik ben trouwens benieuwd hoeveel we nodig hebben voor die put. Want het was nu alleen nog maar boomstammen. We kunnen trouwens even dit afmaken nu. Wat hebben we nu nodig? Oh, nog meer boomstammen. Dat is mooi.
En dan hebben we nu nog stro waarschijnlijk. Ja, stro. Daar hebben we er eentje van. Oké, dus we hebben alleen nog maar 7 keer stro nodig. Zullen we het toch eventjes afmaken dan, jongens? Oké, laten we eventjes hier kijken bij het water. Misschien ligt daar nog wat stro. Oh, hier, riet. Juist. Dankjewel. Hebben we nog meer riet? Stok is ook prima. Alles is welkom. We hebben nog wat stokjes. Maar ik wil heel graag riet hebben. Juist, dankjewel. Oh, hier ligt heel veel riet. Bijna alleen maar riet. Oh, we hebben een jachthuis, jongens. Een nieuw gebouw hebben we ontgrendeld. Wat leuk. We gaan even het hamertje erbij pakken en dan gaan we dat afmaken. Hallo? Ik zit er weer niet goed op. Dit is wel apart op zich hoor, hoe dit werkt. Kom op. En dan denk ik dat we gewoon vanuit hier kunnen eten. Boomstam. Een rieten dak. Nou, we kunnen hem afmaken volgens mij. Yes, dat was hem. En nu? We hebben een vat open. Kunnen we daar ook allemaal eten in stoppen of zo? Put, fundering. Ja, we kunnen wel drinken. Nou, dat is mooi. Maar wat is nou het verschil tussen hier drinken en in het water? Dat je niet naar het water hoeft te lopen of zo? Of heeft het nog meer voordelen? Dat je er niet ziek van kan worden of zo? Want het lijkt me dat als je hier zo de hele tijd zou drinken, dat je daar dan heel ziek van wordt. Nou goed, weet je, laten we maar gewoon lekker slapen tot de volgende dag. Slaap, volgend seizoen. Nou, laten we dat maar niet doen. Laten we de volgende dag doen. Praat met Unicoast. Juist, dus dat kunnen we vandaag doen. Misschien is het ook wel handig om wat lekkers te eten. Eens even kijken of we nog wat lekkers hebben, vast wel. Kijk, we hebben hartstikke veel. Laten we eventjes gedroogd vlees eten, dat is misschien wel lekker. Yes, kijk, het zit er weer helemaal vol. En dan zijn we fris en fruitig. Het ziet er mooi uit. Wat ik trouwens nog eventjes snel wou bekijken was ons jachthuis. Dat is op zich wel vet. Misschien kunnen we dat wel doen. Even kijken. Jagen. Jachthuis. Een soort jachtgebouw. Arbeiders die hier werken zullen grondstoffen leveren die zijn verzameld uit de jacht. Heeft de werkbank en de werkbank en het droogrek erin? Nou, weet je, zullen we het gewoon doen? Waar gaan we die bouwen? Zullen we dat... Laten we dat bij het water doen. Dat is misschien wel leuk. Hier. Oh, we kunnen nog een heel stuk vooruit. Laten we het hier doen. Hoe zit het trouwens met ons konijnenvalletje? Iemand had ook in de reacties gezet dat ik hem eigenlijk op de verkeerde plek had gezet. Oh, hier is die. Zit er wat in? Er zit wel een konijntje in. Dat is leuk. Kijk, ik zoom eventjes in. Ja, er zit wel een konijn in. En is hij dood? Ik moet even uitzoomen, alsof ik hem misselijk. Verzamel. Nice. En dan zetten we hem gewoon weer open. Wacht even. Dus we hebben nu een konijn als het goed is ergens. Waar staat hij dan? Konijn. Of is dat dit? Bond. Van dieren met... Nee, dat is niet dit. Waar is mijn konijn nou dan? Dat is vreemd. Waar is mijn konijn? Nou goed, in ieder geval, misschien heb ik er overheen gekeken, dat kan. Wat hebben we daarvoor nodig? Daar was ik even benieuwd naar natuurlijk. Laten we even ons bijltje pakken. Steen, 8 keer. Nou, weet je, laten we eventjes wat stenen zoeken. Dan doen we die fundering en dan gaan we naar ons mannetje. Hoe heet hij ook alweer? Unicost. Waar liggen nog wat stenen? We moeten er 8 hebben. Dus we hebben er nu 1. Oh, nieuw niveau, overleving. Dat is mooi. Nou, dat seizoen gaan we wel overleven, denk ik. Of zeg ik nou iets heel raars? Sint-Janskruid. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. Misschien kunnen we daar wel een soort van gezondheidsdrankje mee maken of zo. Zo klinkt het. Een gokje is dat. Wat is het nou? Mis ik het nou? Grote weegbree. Geen idee wat het is. Ik wil nu eventjes focussen op de steentjes. Want die hebben we ook nodig. Het is soms wel heel moeilijk om te zien... Kijk, je ziet ze niet eens liggen bijna af en toe. Maar dat stond er ook, dat het wat moeilijker is om te vinden. Maar we hebben ze bij elkaar, we hebben er 8. Nou, dan gaan we rennen en dan gaan we onze fundering opzetten van het jachthuis.
Terwijl we genieten van het enorm mooie uitzicht. Kom op, maak hem af. Rasimir, wat hebben we nodig? Goed, we gaan eventjes naar Unico's toe. Want ik ben wel benieuwd wat hij te vertellen heeft. Misschien gaat hij weer een verhaal vertellen wat de hele dag duurt. Wie zal het zeggen? Maar we moeten er wel heen. We hebben gegeten, we hebben gedronken. Er is niks aan de hand nog. Onze gezondheid is nog op 100%. Dus dat gaat gewoon prima. Niks aan de hand zover. Ik ga eventjes ons bijltje pakken. We kunnen ook de uitrusting verwijderen. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En dan is het nog maar een heel klein deel van de map, hè, jongens. Moet je kijken hoe groot dit is. Hier zijn wij nu. Dit pijltje. Kijk dan. Kijk hoe groot. Jeetje, wat ontzettend groot is dit. Prachtig. En we zijn weer moe. We kunnen niet meer rennen even. Ja, we moeten ook de hele tijd heen en weer. Voor hetzelfde geld hadden we verder weg gebouwd. En dan zaten we gewoon nog verder te rennen. Maar goed, er zit niks anders op. We kunnen niet anders. Nog 50 meter. We zijn weer in het mooie dorp. Dit lijkt me ook leuk om te hebben. Van die eendjes en zo. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. Waarschijnlijk... Ja, ik weet niet. Ik wou zeggen eieren, maar er zijn natuurlijk kippen. Waar is die? Oh, daar loopt hij of niet? Blijf staan, hallo. Oké, de vallei behandelt me tot nu toe goed. Hallo, Rasimir. Heb je al een beetje gesetteld? De vallei behandelt me tot nu toe goed. Dat is geweldig, Rasimir, maar je komt op een slecht moment. Mijn taken als kastelein wachten op mij. Natuurlijk begrijp ik het. Is alles in orde? Ja, dat is zo. Ik ben niet zeker om eerlijk te zijn. Er is een moord gepleegd. Oh jee, ik dacht dat zulke dingen inderdaad niet vaak gebeuren. Fantastisch. Ik bedoel natuurlijk niet voor de overledenen, maar er is hierop. Maar er is die opwinding en mysterie die de vallei heeft gemist. Ik dacht dat zulke dingen niet vaak gebeuren. Omdat ze dat niet doen. Ik sta op het punt om naar de plaats delict te gaan en de getuigen te ondervragen. En ik weet echt niet wat ik kan verwachten. Vergeet niet dat iedereen liegt. Ik ben er zeker van dat je de zaak goed zult afhandelen. Nou, laten we maar twee doen. De tijd zal het leren. Ja, zelfs al zal het breken. Alle gekheid op een stokje, Rasimir. Dit is echt een serieuze zaak. Ik kan op dit moment niet meer verhalen met je delen. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar ik geloof dat er iemand is die je moet ontmoeten. Zijn naam is Sambor. Hij was een van ons. De groep bedoel ik. Meen je dat serieus en hij woont hier in de vallei? Dat is juist. Ze doen eigenlijk allemaal... Hier, ik heb Sambors huis gemarkeerd op je kaart. Je zou hem eens moeten bezoeken. Fantastisch, ik ga er meteen heen. Maar pas op, Sambor vriendelijk noemen is als we door een bijgestoken worden in het puntje van je mannelijkheid aangenaam noemen. Ik weet zeker dat je overdrijft, maar maakt het toch deel uit van de opfrissers. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb. Dan ga ik maar. Oké, jongens, we moeten dus naar Sambor. En die is ontzettend ver weg, zie ik. Die is heel erg ver weg. Sommigen die vliegen een beetje door de lucht. Dat is wel grappig. Ik denk, jongens, dat het aan de overkant is daar. Ergens. Kan ik zwemmen eigenlijk? Zullen we het proberen? Of we kunnen... Trouwens, wat zit er in die vaten daar? Kunnen we hier wat vinden? Jazeker. We hebben bloem. Accepteer. Wat zit hierin dan? Nog meer bloem. Dat is fijn. Ik weet niet precies hoe we dat moeten gebruiken. We kunnen daar waarschijnlijk iets van maken. Kijk, we hebben hier ook vissen. Ik wil zo graag visengel hebben. Even kijken hoor. Gebouwen, jagen. Vissershut. Het zijn allemaal van die huizen dus. Dienstenproductie. Opslag. Extractie. Ja, het hebben we ook alleen nog maar dit. Handarbeid. Wat raar dat we helemaal geen vishengel hebben of zo. Zullen we eens kijken of we kunnen zwemmen? Ik ben benieuwd of dat kan. Lijkt me wel, toch? Huh? Oké, dit is wel raar. Hoezo zwemmen we niet gewoon? Waarom lopen we? Oké, apart. Nou goed, weet je, het is prima. Het werkt wel.
Ik weet niet of we zo meteen in één keer kopje onder gaan, maar... Nou, ik kan in ieder geval genieten van het uitzicht. Dat is wel tof. Ja, hij is echt heel ver weg. Jongens, mis ik iets of zo? Kan ik ergens op rijden of zo? Want... Ontdekte dierenplek, konijn. Oh, hier zo lopen de konijntjes. Ik zie daar trouwens een das lopen volgens mij. Oh, dat is een konijntje. En die rent weg, die heeft mij gezien. En die ook. Nou, laten we er maar heen gaan dan. Hier zo leeft de vos, zoals je kunt zien. Allemaal konijntjes. Kunnen we wel eventjes wat verzamelen ondertussen. Moeten we natuurlijk niet te veel meenemen, want dan worden we weer te zwaar. Dan moeten we dingen achterlaten, dat is zonde. Oh my god, wat is dat? Oh, ik wil daarop jagen, jongens. Ik wil dat ding hebben. Is dat een beer of is dat een buffel of zo? Wat is dat? Jongens, ik ben afgeleid. Oh, dat zijn, hoe heet die dingen ook weer? Buffalo's. Is het handig om daarmee ruzie te zoeken? Zullen we het proberen? We gaan het gewoon proberen. Ik heb 3 stokken. Oké, daar gaat hij, jongens. Oh my god. Oh my god, jongens. Oh my god, dit was niet zo handig. Gezondheid, vechten, vallen of het negeren van negatieve status kan... Ja, dat heb ik door. Oké, jongens, dit was niet zo handig. Dit was niet zo handig. Bomen, help me. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ja, we zijn fucked, jongens. We zijn fucked, we gaan dood. Shitzooi. Oh, laat hem weer met rust. Waar is die? Oh, hij is teruggegaan. Oh mijn god, hé. Wat een mazzel hadden wij. We zijn bijna dood. Nou, laten we dat maar niet doen. We hebben daar de middelen voor. Dat gaan we niet redden met een stokje. Met een punt eraan. Dat gaat hem niet worden. Trouwens, hoe word ik nou weer beter dan? Hebben we daar iets voor? Gedroogd vlees. Brei. Nou, volgens mij hebben we dat niet. Hoe kan ik beter worden, jongens? Of gaat het vanzelf? Ja, laten we maar gewoon naar Sambor lopen, want... Oh, hier zo zijn herten. Dat is ook fijn. Ik ben nog steeds aan het rennen. Voor mijn leven. Het is heel erg ver, jongens. Het is echt heel ver van ons huis vandaan. Maar ja, daarvoor hebben we dus ook kampvuur om te slapen. Maar ik wil gewoon weten, misschien krijgen we daar iets. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dus ik wil er gewoon in één keer heen. Oh, hier is het. Waarschijnlijk zit hij daar in dat huis. Hij heeft wel een mooi huisje. Gebouwd, ook met een hekje eromheen. Leuk. Oh, daar is hij. Nou, eindelijk. Ik denk dat je verdwaald bent, jongen. Sorry, ik wilde niet storen. Wacht eens even. Kijk me in de ogen en hou in godsnaam op met rillen. Huh? Zwart en blauw, jij bent familie van Jordan, of niet? Ja, mijn naam is Rassimir. Dan moet jij Sambor zijn. Hij is 54 trouwens. En hoe weet je dat? Ik sprak met Unico's. Hij vertelde me dat jij ook deel uitmaakte van de opfrissers. Een deel van wat? De groep die met Unico's en Jordan? Ik heb deze idiote naam nog nooit in mijn leven gehoord. Oh, sorry. Misschien heb ik een fout gemaakt. We werden de onsterfelijke vuist genoemd. Oh jeetje, dat is nog veel erger. Nou, dat is een veel betere naam. Laten we voor 2 gaan. Daar heb je verdomme gelijk in. Dat komt omdat ik het bedacht heb. Iedereen vond het geweldig. Geen idee waarom Unico zo tegen je loog. Ik weet zeker dat hij jaloers was op je creativiteit. Ha, natuurlijk was hij dat. Ga niet alleen daarover. En niet alleen daarover. Hoe dan ook, ik zou graag wat verhalen horen over de avonturen van mijn oom en de groep. Dat is een verbazingwekkend toeval, omdat ik graag mijn tijd zou besteden aan het vertellen van de oude verhalen bij het knisperende vuur. Oh mijn, werkelijk? Nee, verlaat mijn terrein en vergeet waar het is. Ach, kom op, het duurt maar even. Een moment van een moment eigenlijk. Vertel me gewoon, hoe was mijn oom? Hoe werd je deel van de onsterfelijke vuist? En wat deed je precies als de groep? Weet je niet wat we gedaan hebben? Unico's is nog niet aan dat deel toegekomen.
Goed, maar wees stil en probeer minder irritant te zijn. Waar zou ik beginnen? Oké. Het begon allemaal toen Jordan zijn huis verliet. Hij was toen 18, als ik me goed herinner. Die slimme klootzak was altijd al een te grote vis voor zijn geboorteplaats. En dat wist hij. Vertrok zo snel als hij kon. Maar slimheid op zijn jonge leeftijd betekent altijd twee dingen. Arrogant en heethoofdig. Zijn plan was om op een groot avontuur te gaan. Dat was het. Behoorlijk gedetailleerd, hè? Een pad als dat is geplaveid. Wat is dat voor woord? Geplaveid. Nog nooit gehoord. Met skeletten van jonge idioten, maar geen van hen was Jordan. Hoe dan ook, hij zwierf al dagen rond. Dagen werden al snel weken en zijn rantsoenen veranderden in stof. Hij was nutteloos als jager, toen althans. Dus bessen en paddenstoelen was alles wat hij kon krijgen. Dus had hij duidelijk wat munten nodig. Hij kwam een landhuis tegen met boomgaarden zo groot dat het wel een oceaan leek. Jordan slaagde erin om daar werk te vinden. Een week van slopende arbeid was voorbij. Zijn handen zaten onder de blaren. Zijn huid was rood van de brandende zon. Zijn knieën kloppend van de pijn. Ik moet zeggen, je bent echt een geweldige verhalen vertellen. Dat had ik niet verwacht. Hou je kop. Wil je dat ik het afmaak? Waar was ik gebleven? Hij was uitgeput van al het zwarte werk dat hij had gedaan. Ging naar de heer van het landhuis met een glimlach op zijn gezicht om de betaling te innen. Zijn maag zat al vol met fantasieën over al het lekkers dat hij droomde te kopen. En dat alles werd verpest door de hand van de heer die een paar armzalige munten vasthield. Jordan was woedend. Dat was slechts een fractie van het loon dat hij geacht werd te krijgen. Hij begon tegen de heer te schreeuwen en echt eisen gerechtigheid. Boeren waren slechts vlieg voor de heer, walgelijke, vervangbare insect. En wat doe je met een vlieg die te luid gonst? Beide handpalmen van de heer sloegen met de kracht van een os op Jordans oren. Jordan viel verbijst op de grond en de bewakers van de heer gooiden hem als vuilnis uit het landhuis. Het stelen van die paar zielige munten, terwijl ik dat doe als ik dat mag toevoegen. Pas s'avonds kreeg Jordan zijn gehoor weer terug en daarmee kwam een vurige gedachte. Gedachte aan wraak. Je oom was een capabele vechter toen ik hem 10 jaar later ontmoette. Maar dat was hij toen niet. Hij wist dat de bewakers hem zouden afslachten als hij maar in de buurt kwam. Dus moest hij een andere manier vinden om zijn wraak te vervullen. Jordan was altijd al ambitieus, maar die haat voedde hem als geen ander. Wat gebeurde er daarna? Wat later kwam was dat ik me verveelde in het gesprek. Ga weg. Ja, dankjewel. Echt niet. Je kunt me niet zo achterlaten. Ik kan doen wat ik wil. Wegwezen. Ik heb dingen te doen. Welke dingen? De pot op met je spullen. Nu worden wij ook gewoon vervelend. Hé, je hebt echt Jordans bloed in je. Je hebt gelijk, rot op met mijn spullen. Het zijn jouw dingen nu om te doen. Wat bedoel je? Ik bedoel, ik maak het verdomde verhaal af als je doet wat ik zeg, begrepen? Zeg gewoon wat er moet gebeuren, je zult er geen spijt van krijgen. Oh, we hebben een houten schop gekregen. Hier, pak deze schop. Het is een stuk schoot, maar het is goed genoeg. Er ligt klei achter mijn huis. Ga erheen en graaf wat klei voor me op. Pff, jongens, wat een verhalen allemaal. Oké, we hebben dus een houten schop gekregen. Nou, zullen we die in 3 doen? Dan hebben we nu een houten schep in onze handen. En dan is de dag denk ik alweer bijna voorbij, jongens. Achter zijn huis. Nou, laten we eens proberen of we hier wat kunnen vinden dan. Kleiafzettingen opgraven. Nou, volgens mij moet ik hier niet graven, hoor. Oh, hier. Ik zat helemaal verkeerd. Nou, ben benieuwd. Of daar wat boeiends ligt, jongens. Klei. Oké. Kleiafzettingen opgave. 1 van de 2. Oh, hij heeft heel veel. Nou, doen we deze ook wel dan. Ja, het is een leesaflevering eigenlijk. Een soort verhaalaflevering. Yes. Bezorgen bij Sambor. Clive. Nou, we hebben genoeg. Oh god, gaat hij ons nou weer een verhaal vertellen wat een half uur duurt? Waar is hij? Oh, hij is erbij gaan zitten. Dat belooft niet heel veel goeds. Hier is alle klei die je wilde. Wil je het verhaal nu afmaken? Goed dan. Dus zoals ik al zei, Jordan was toen niet zo'n vechter. Hij had geen geld, nog connecties. Maar hij had één ding, één ongewone gave. Zie je, van jongs af aan was Jordan een uitzonderlijke goede leugenaar. Geen zweterige handpalmen, geen krakende stem, niets te vertellen eigenlijk. Kalm, rustig ademhalen, oogcontact houden de hele tijd. Uiteindelijk kon hij elke vorm van druk aan, zelfs in de krankzinnigste situaties, maar in het begin was dat niet zo. Hij voelde helemaal geen druk liegen. Huh? Wat is dat voor zin? Hij voelde helemaal geen druk liegen. Helemaal geen stress, het was net zo natuurlijk voor hem als ademen. Hij had absoluut geen vroeging.
Dat is heel interessant en zo, maar wat is er met de heer gebeurd? Ik zweer het je, kleine snotaap, onderbreek me nog één keer en je zal mijn toorn ontmoeten. Rustig, grote jongen, ik ben een en al oor. Hij kwam met een plan zo idioot en onrealistisch dat het moeilijk te geloven is dat het zo perfect werkte. Eerst overtuigde hij de kleermaker van de stad om hem kleren te naaien die de rijksedele vaart waardig waren. De fijnste stoffen, zijde draden, noem maar op, verschrikkelijk duur. Dus hoe heeft hij het voor elkaar? Dus hoe heeft hij het zich kunnen veroorloven? Kun je afvragen, heel simpel, hij heeft er niet voor betaald. Dus hij heeft het gestolen. Dat heb ik niet gezegd. Jordan was geen dief, niet in de traditionele betekenis van het woord tenminste. Afgezien van dat heb ik het verdomde verhaal afgemaakt. Terwijl hij zijn nieuwe kleren toe reis zijn naar het kasteel van de koning van het rijk en ging naar binnen. Oké, nu weet ik dat dit allemaal verzint. Dat is gewoon onmogelijk. Haha, je hebt helemaal gelijk, dat is het. Het is gek om zelfs maar te overwegen om dat voor elkaar te krijgen. Maar Jordan, hij liep gewoon recht naar binnen. Ik neem het je niet kwalijk dat je aan me twijfelt. Verdomme, ik zou de eerste zijn geweest om aan zoiets te twijfelen als ik het hem later niet honderden keren met mijn eigen ogen had zien doen. Hoe dan ook, hij liep recht het kasteel en toen hij daar eenmaal was, voerde hij zijn plan uit. Met zijn vrouw naar bed gaan. Wiens vrouw? Van de koning. De vrouw van de koning? Dus als ik het goed begrijp, het plan was om in het kasteel te komen en met de koningin te vrijen? Precies dat. Zei ik toch, maar het werkte als een betovering? Ik snap het nog steeds niet. Wat werkte? Wat heeft hij daarmee bereikt? Na de vrijpartij kleedde zich aan, zijn ondergoed opzettelijk op het bed achterlatend en zei tegen de koningin dat hij zo terug zou zijn met wat verfrissingen. Toen ging hij naar een van de bewakers van de koning en vertelde hem dat hij de koningin met een gezelschap van een vreemde man een van de kamers had zien binnensluipen. De wacht snelde naar binnen en zag de koning naakt in bed liggen met de kleren van een man naast haar. Als trouwe dienaar bracht de wachter rechtstreeks verslag uit aan de koning zelf, die, zoals je je waarschijnlijk wel kunt voorstellen, op zijn zachtst gezegd woedend werd. Hij kon zijn vrouw niet echt straffen, dat zou slecht zijn voor zijn reputatie, maar hij kon haar minnaar vervolgen. Helaas voor hem was Jordan op dat moment al lang uit het kasteel verdwenen. Hij reed op een mooie bruine merrie die hij van de stal had geleend. Er was ons ondergang tegemoet. Ik snap het nog steeds niet. Ah, kom op. Jongen. Oh my god. Ik heb serieus nog nooit in mijn leven een spel gespeeld waar zoveel in gepraat wordt. Holy shit. Zie je, de koning had de smerige verleider niet gevangen, maar dat betekent niet dat hij hem niet kon opsporen en vinden. Om dat te doen was het enige spoor wat hij kon volgen, het enige dat Jordan achterliet. Behalve zijn ondergoed en een plezierige herinnering voor de koningin, zijn naam. Niet zijn echte naam natuurlijk, de naam die hij gebruikte toen hij zich voorstelde aan de koningin. Wat? De naam die hij gebruikte toen hij zich voorstelde aan de koningin was de heer van de boomgaarden. Precies, nu snap je het. Is de heer daar niet aan opgehangen? Dat lijkt nogal extreem. Hij is niet vermoord, dat zou niet in Jordans stijl zijn. De koningin smeekte om zijn leven te sparen, dus gooide de koning hem in de kerker, waar hij in alle dagen doorbracht die hij nog had. Jordan was geweldig, dat alles met alleen de kracht van zijn verstand en spraken. Hij heeft de heer zeker laten zien dat hij hem geen onrecht op moet aandoen. Pff, oh my god, jongens. Wat is dit? Is het een boek of zo, dit spel? We hebben niks gedaan. We hebben helemaal niks gebouwd. We hebben alleen maar lopen lezen bijna. Kreeg niet het verkeerde idee over zijn redenen. Jordan heeft dat niet alleen doorstaan door wat de heer hem aandeed. Zie je, de heer was een vrede met doogloze bruut. Hij mishandelde al zijn onderdanen. Doden voor de dol, verkrachten voor de poort. De mensen noemden hem wasman, omdat een van zijn gewoontes was zijn bastaards direct naar de geboorte in het meer te verdrinken. Als ongewenste kittens. Jordan moest hem stoppen. En dat deed hij, maar dat is niet het enige wat het verhaal of van het verhaal. Na de gevangeninnemen van de heer moest iemand zijn plaats innemen. Hij had geen rechtmatige opvolger, maar toen met een griezelige perfecte timing kwam een verre neef van de heer, een charmante jonge man met twee verschillende ogen. Je maakt een grapje. Hij verwierf gemakkelijk alle bezittingen van zijn veroordeelde familielid, maar Jordan wilde er niets van hebben. Niet voor zichzelf, dus nam hij slechts 3 zakken munten uit de schatkist en liet al het andere in de handen van de boeren. Zij waren opgetogen. Hij wordt daar waarschijnlijk. Ik begin gewoon zo raar te lezen, omdat het gewoon zoveel is. Nog steeds, dat kan ik wel vertellen. Oh, en nog een ding. Waarom 3 zakken? Zou je kunnen vragen? Dat is makkelijk. 1 voor de kleermaker, de ander voor de stalknecht van wie hij het paard stal. En de laatste voor zichzelf. Jongens, ik ga het overslaan. Ik kan dit niet meer. Kijk dan hoeveel het is. Holy shit. Jongens, ik zit ineens oog in oog met een wolf. Waar is mijn speer? Waar is mijn speer? Waar is dat ding? Stenen mes, we hebben niks meer. Dat meen je niet. Oh my god, rennen! D-
Dat meen je niet, hij komt gewoon erin. Jongens, hoe moet het in godsnaam? Ja, nou, dit was het, jongens. Waarom help je me niet? Ik zit je hele verhaal te luisteren en je helpt me niet eens, lul. Nou, even kijken. Kunnen we wat maken? Nee, natuurlijk niet. Nou, jongens, dit was hem. Ik ga dood. Ik heb niks om hem te vermoorden. Oh, hij gaat weg. Hoe kan die wolf daar überhaupt ineens zijn? Wat, dat beest was daar helemaal niet. Oh, tuurlijk. Dit meen je niet. Dat ga je niet menen, toch? Ja, dat ga je wel menen. Springen! Jongens, wat is dit voor aflevering? Wat is dit? Waarom helpt die blinde me niet? Help me! Help! Oké, ik ga een kampvuur maken. Kan ik dat wel, alsjeblieft? Kampvuurtje. Please. Ja, dat kan wel. Oké, fijn. Kan dat ook gewoon hier? Nee, dat kan natuurlijk weer niet. Het ligt dichtbij het plaatselijke dorp. Oké, nou laten we het dan maar hier doen. We gaan hem aansteken. En we gaan slapen. Ja, slapen. Tot volgend seizoen. Oké. Jongens, wat een tekst. Wat een tekst allemaal. Jezus. Oké. Oh, we zijn weer thuis. Dat is mooi. Oké, we hebben het overleefd, jongens. We hebben de dingen gedaan die we moesten doen. Goedemorgen, mijn buren. Oké, jongens. Ik ga hem afsluiten voor vandaag. Wat een aflevering. Wat een teksten. Wat een verhalen. Voor de mensen die nu nog steeds aan het kijken zijn. Ik vind het ontzettend knap van je. Het was gewoon zo verschrikkelijk veel lezen. Ik bedoel, ik vind het helemaal niet erg om dingen te lezen, maar... Het werd op een gegeven moment zoveel dat ik dacht van jeetje, het is nou wel eventjes genoeg. Dus ja, het is een beetje een voorleesaflevering geworden. Vond je het nou leuk? Vergeet dan niet even de video te liken. Als je het leuk vindt om trouwens in de Discord groep te gaan, dan kan dat ook. Staat allemaal in de beschrijving. We hebben op dit moment een hele kleine groep, maar als je het toch leuk vindt om te joinen, kom er gezellig bij. Het is altijd heel gezellig. Dan ga ik je hartstikke bedanken voor het kijken naar de aflevering. En dan hoop ik je ondanks alle teksten toch nog eventjes te zien bij aflevering 3. Dankjewel, doei doei.